Yes, yes, yes. Hip hop tam. Wat is goed, man? Rustig, rustig. Oké, man. Kom verder, man. Zwek groen fijn op. Sowieso 0-2. Kom, man. Hiphopdam.nl. Jawel, jawel. Ja, sowieso, maar hoe is het, man? Rustig, man, met jou? Ja, met mij ook, Kalla. Sowieso, hard aan het leven. Hard aan het werk. Een paar dingen die komen. Ik daar het zo meteen over. Man, muziek, ik ben eigenlijk al lang begonnen met muziek. Ik zit eigenlijk vanaf mijn 15e zo maak ik al muziek. Ik zat eerst Surinaamse groepen. Beetje Surinaamse bandjes zingen, altijd zingen. En zo ging het over met een paar jongens die ook in de band zaten, die deden een beetje R&B dingen ook. En dat vond ik wel interessant, dat toen ben ik er ook mee begonnen. Dus altijd wel een hele lange tijd. Maar wat ik nu doe, dat doe ik zeg maar de laatste 3 jaar, zeg maar. Hoe omschrijf ik mijn muziek? Nou, ik omschrijf mijn muziek niet anders dan anderen. Maar in mijn muziek hoor je toch wel altijd dat ik een Surinamer ben. En ik denk dat dat mijn onderscheid, dat ik dat gewoon erin hou. Van waar ik vandaan kom, hou ik gewoon erin. Als ik zing, dan hoor je van, hey, dit is een Surinamer. Als ik rap, hoor je, dit is een Surinamer. Dat vind ik, ja, ik hoor het wel bij meerdere, maar bij mij vind ik dat ik het toch wel, ja, dat is apart bij mij, vind ik. Nou, mijn inspiratie, kijk, had ik eigenlijk uit een maat van mijn broer, Reckless. Waar hij nu is, weet ik niet. Als je dit ziet, ik zoek jou. Hij was altijd heet bij mijn broer op de zolder en ik dacht altijd van, hey, jullie weg met jullie rap, man. Wat de hele dag, motherfucker. Maar toen ging ik gewoon luisteren, goed luisteren naar hem. En hij deed ook zang en wat hij, ja, die muziek, dat raakte me altijd wat hij deed. En toen dacht ik van ja, hij is, door hem ging ik echt dat doen. Ging ik me echt hierin verdiepen, zeg maar. Dus hij was wel mijn voorbeeld, zeg maar. Weet je, iedereen heeft wel altijd een voorbeeld, misschien die van Amerika of dit of dat, maar voor mij is het gewoon Reckless. Kijk, ik wil mezelf geen rapper noemen, dat sowieso niet. Ik kan wel rappen, ik kan ook zingen. Ik kan eigenlijk alles wat met muziek, maar met wat voor soort beat het is, ik kan er altijd wel iets mee. Dus ik zou mezelf toch wel meer een artiest noemen als rapper. En ja, wat mij onderscheidt van anderen, ja, is dat ik gewoon misschien mezelf blijf, man, denk ik. Ik blijf gewoon alle tijd in mezelf. Als ik geen Audi heb, ga ik geen teksten zingen of rappen over een Audi. Dus ja, ik hou het gewoon altijd echt. Dus als je bij mij hoort dat ik iets heb in mijn tekst, dan heb ik het ook echt. En ik denk dat dat wel een onderscheid is. Ik zeg je eerlijk, internationale ambities, misschien in de zin van ik doe gewoon mijn ding en ik zou met misschien een artiest uit Engeland of artiest van Amerika of waar dan ook, maakt niet uit. Dat is tuurlijk, dan heb ik wel, maar om voor het Engels te gaan doen, om zeg maar internationaal door te breken of zo. Nee, dat zit er voor mij niet in, dat wil ik ook niet eens. Dus ja, ja en nee, dus het is ja, gemengde gevoelens. Ik heb wel contact met een paar artiesten, een artiest uit Engeland. Ja, hij vindt mij dope, ik vind hem ook dope. Dus ja, binnenkort dan gaan we kijken wat er kan gebeuren. Maar dat ik echt, nou, nee, dan zeg ik nee, op die manier. Nou, optredens heb ik nog niet zoveel. Ik heb wel een paar gehad in het verleden. En hoe ik me dan voorbereid, ja, dan duik ik gewoon een ruimte in en dan ga ik het gewoon oefenen. En maar wat ik zeg, ik zat al in een Surinaamse groep en zo en dan had je wel vaak optredens. En toen ging het over een beetje rappen, ook een paar optredens. En het ging altijd wel, ja, op dezelfde manier eigenlijk, een ruimte in, oefenen en het gewoon doen. En als je daar bent, ja, dan moet je je gewoon 120% geven. Zodat natuurlijk de mensen die kijken dat wel geamuseerd zijn. En ik denk van ja, ga maar gauw weg. Dus goede voorbereiding sowieso.
artiesten, muziek maken, doe ik ook nog voetballen. Ja, je moet natuurlijk wel bezig blijven. Je lichaam moet fit blijven. Voetballen en eigenlijk gewoon hangen. Ja, doe wat ik moet doen. Werk zoeken en zo, maar ja, dat moet je doen naast dat. Je kan niet, ik probeer niet te leven van die muziek of zo. Kijk, als het zou leuk zijn, maar dat is niet mijn streef of zo. Maar ik wil gewoon daarnaast gewoon een normale leven hebben. Dat is gewoon, ja, gewoon leven. Is gewoon, ja, dan doe ik gewoon wat ik doe. Voetballen zeker, het is nu winterstop, maar het begint dadelijk weer. Dan ben ik elke zaterdag, maandag, woensdag ben ik gewoon bezig te trainen. Zaterdag voetballen, dat is wat ik daarnaast doe. En natuurlijk, ja, zorgen voor mijn zoontje die heel ver weg is, maar het is geen stress. Wauw, meest diepare nummer. Kijk, ja, in, ja. Kijk, al mijn nummers zeggen is allemaal echt, snap je, is allemaal iets wat ik zelf heb meegemaakt. Maar het meest dierbaarste moet ik toch zeggen, die heb ik pas eigenlijk opgenomen. Hij is nog niet klaar, ik heb hem gewoon in het klad opgenomen. Is een nummer van mijn zoontje. Ja, hij is in Suriname met zijn moeder en een beetje strijd. Zijn moeder, ja, je weet hoe het gaat. Gewoon het normale verhaal die elke vader af en toe wel meemaakt. Zie je kind niet. Dus. Maar bij mij is het wat anders en heb ik daar een nummer van gemaakt. En dat is voor mij een dierbaar nummer. Ik zou nog een nummer willen schrijven over de verandering. Je ziet echt die verandering. Als je, kijk, je ziet die nieuwe generatie en die oude generatie is echt het verschil. Je weet geen, ik vind het ook echt dope wat die nieuwe generatie doet. Weet je, maar niet te vergeten dat die oude generatie het wel mogelijk heeft gemaakt voor wat die nieuwe generatie doet. Daar ga ik zeker wel een nummer over schrijven. Hoe ik het ga formuleren weet ik nog niet, maar dat is wel wat ik zeker ga doen. Dat is wat ik graag wil en ga doen. Maar ik vind het wel dope, sowieso. Ik vind het echt die new school vind ik wel, weet je, dat de hele tijd zo. Het is gezellig. En dat hoort er sowieso bij in het leven, gezellig. En daarom zeg ik ook tegen die old school, ik als praat niet in de new school, maar je staat ze in het tegen. Simpel, doe je eigen ding zo dat je gezien. Ik ben nu bezig met een mixtape die eigenlijk, hij moest eigenlijk 1 januari komen, maar doordat DJ Darkshot ziek is het even vertraagd. Hij knapt nu wat op, dus die mixtape komt binnen nu en een week komt die uit. En dan werk ik nog verder aan mijn EP, die wordt 14 februari verwacht. En die EP die gaat wel dik gaan, daar werk ik aan. Een paar featurings erop, Shabba. Drama. Ja, een paar futuries. Hou het wel dik. Ik zeg dat hij dik wordt en ik ben gewoon eerlijk over mijn eigen shit. Dus, als het niet goed is, zeg dat ook. Nee, maar hou het dik. Mijn EP, mixtape, komt sowieso. Ik denk, ja, binnen een week. Daar werk ik echt keihard aan. Want als je kan niet zeggen, het komt en dan komt het. Dat is raar. Waar verwacht ik over 5 jaar te staan? Over 5 jaar doe ik dit niet meer. Over 5 jaar, ik ga wel muziek maken, sowieso. Muziek zit in me. Dat, ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Ik loop ermee op straat. Ik doe alles met muziek. Maar over 5 jaar denk ik dat ik wel achter een camera of weet je, achter de knoppen. En dan dat ik die andere niggas gewoon ook hun ding gewoon laat doen, weet je. En je kan niet blijven rennen. Ik wil sowieso een nigger aankondigen, dat is Kleedje. Ik heb mijn team versterkt met Kleedje. App de beruchtste op Twitter en die man gaat keihard komen. Dus ik ga sowieso ook mijn tijd sowieso echt veel steken in die man. Ik heb een zangeres, ga ik ook mijn tijd in steken. Dus over 5 jaar zijn hun, denk ik wel, dan ga je ze zien sowieso. Dan staan hun ergens daar en dan moet je weten dat ik erachter zit. Sowieso. Dus ik zie je over 5 jaar. Geitje, februari. EP. Altijd maar is
verklaard zijn. We hoeven niet in strijd. En het maakt niet uit wat je vriendjes zegt. Ik doe je pas op wissel stippenlijn. Het ging niet altijd zoals het gaan moet. Maar ik stond altijd klaar voor mijn boekboek. Toen we pas begonnen aan zijn zware rugtas. Maar het kwam goed omdat de boy altijd de rug had. En nu hebben we iets dat is altijd verpikt. En hoe je daarmee omgaat, weet dat je me verslikt. Ik zie mijn kleine niet, hij lijkt nou de meiden niet. Die man die zijn vader spelt, maak je stellen niet. Als je naar die kleine kijkt, zeg niet dat je mij niet ziet. Kijk diep in zijn ogen mij en voel mij verdriet. Yeah, hoe weet ik zeker dat het beter was? Want jij blijft roepen dat het beter was. Dus ik blijf roepen dat het beter was. En als we dan praten, dan praat je zo. Maar het gaat niet om jou, maar het gaat om mijn zoon.